Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Leijten van de SP. Voorzitter, voor de tweede keer wil ik graag tot antwoord manen voor een serie vragen over mensonterende omstandigheden in een verpleeghuis in Amsterdam. Die vragen die zijn van 8 augustus. Maar nog schunniger gaat het om de vragen van 20 juli over verplichte mantelzorg in verpleeghuizen. Ik ga ervan uit dat die antwoorden er zijn, anders meld ik ze aan voor mondelinge vragen aanstaande dinsdag. Ik stel voor om het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.